Yo, what up guys, welkom terug op mijn kanaal, welkom terug bij Red Dead Redemption 2 in Beaver Hollow met een doodzieke Arthur, echt aan het einde van mijn freaking Latijn. Sadie geholpen in de vorige aflevering, eventjes een waxje indoen aan het begin van deze episode. Hoppakeetje, haartjes netjes. Zo, nice. Lange haartjes en netjes, autosaveje aan. De enige freaking missie die open staat, jongens, is Maika. We moeten eraan gaan geloven hoe kut het ook gaat met de gang. Ja, Trelawney is al weg. Velen zijn al dood. De anderen overgebleven hebben geen hoop meer. Sadie hebben we al ingefluisterd dat we doodgaan en dat ze heel goed moet letten op John en Abigail. En Little Jack. En nu gaan we gewoon een soort van, voor mijn gevoel, ik weet niet of het ook echt zo is, maar voor mijn gevoel echt de laatste missies van de storyline in de gang doen. We gaan richting Maika, maar als je al weet dat de gang zo kapot is als het nu is, dan weet je natuurlijk ook dat elke missie die je gaat doen met Maika gewoon pure shit gaat worden. Dus we gaan onderweg, aflevering 62. Ik heet jullie van harte welkom. En als ik de kaart erbij zou pakken, dan zien jullie dat, als het goed is, Maika is hier. Er is geen enkele andere missie op mijn kaart actief. Dus nou ja, oké, okay, sure. Op naar Maika, op naar Annisburg. En ik word dus ook steeds benieuwder hoe ze uiteindelijk het verhaal zo brengen dat je ook teruggaat naar de oude gebieden van Red Dead 1. Want ik weet, kijk, het zijn spoilers geweest voor mezelf, maar ik weet, dat heb ik op het internet gezien, dat je terug kan naar de oude plekken van Red Dead Redemption 1. De andere kant van de rivier tegen Mexico aan. Kan je naar Armadillo en zo en Tumbleweed. Al dat soort oude legendarische plekjes uit Red Dead 1. Daar kan je heen. Ja. Maar als je ziet hoe dit verhaal nu loopt, en we bijvoorbeeld al op 70% completion van de game zitten, en dat terwijl Arthur doodgaat, ik vraag me dus heel erg af hoe ze dat in het spel gaan stoppen. Dat dan de laatste 30-20% misschien wel in dat gebied zou moeten zijn. Maar ik weet niet hoe. Hey there! Maar goed, dat zullen we vanzelf zien. Ik ga een hele aparte route nemen. Naar Maika. En dan gaan we die missie van Maika doen. Het game is in ieder geval gewoon opgeslagen, mocht het compleet uit de hand lopen. Want ik denk, oh shit, dit loopt helemaal kut. Kan ik het altijd nog terugladen? Maar ja, ik verwacht sowieso voor 100% dat het helemaal kut gaat lopen. Easy now. Wow. Ik pak de double-barreled shotgun erbij. En die nieuwe repeater, de Litchfield repeater. Twee echt topwapens. En dan gaan we richting Maika. Helemaal geen zin in, maar het is niet anders. Let's go guys. Aflevering 62, show die support. We gaan het zien. Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief, way you're heading. Maika, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us.
Only you ain't well. I'm fine. Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me. You two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, you take it easy. You could do with a vacation, hmm? All right, let's go. Ja, lekker Bill. What the fuck you doing, boy? Paul? Come on, boy. Even serieus, ik haat Maika. What the fuck doet Joep hier? Hurry up or we'll miss it. Maika says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch, same as always. Paralam are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Well, that needed to be done. Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol, over there. Okay, I think we're clear. Let's head off. You were saying before you disappeared. Right now? With the Pinkertons breathing down our necks? See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. Okay. Let's hold up here. So, the wagon will be coming from that way, down from Annisburg. And it'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So, I was thinking, you go play dead, and I'll take care of them. No, I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite the show. Waarom is dat wapen wat ik had ingesteld nou weer geswitcht? Met die rifle die ik zelf had ingesteld. Swoot je af, really? Kablam! Come in, boy. All right, let's see if we can get this back to camp without blowing ourselves up. Nice shooting back there. Nice drunk playing. Comes naturally. I could use a drink after that. Yeah, I know. Just never goes easy no more, does it? Loop ze nou op elkaar te schieten? Shoot up Arthur before they blow us to high hell! Ja,
doing my best. God damn it! No more behind us! Oh shit, door Butcher's Creek. We need to deal with this. Really? Right back to camp. What do you think I'm doing? Okay. I don't see any more. All right. Huh. Oh, that was close. Don't reckon I'm cut out to be a dynamite wagon driver. Killing a bunch of folks so we can rob some dynamite to blow up a bridge? This make any sense to you? It's a distraction. So it ain't meant to make sense. It should to us. It's our plan. You know, I've had it with the Mona. Iedereen is zo naïef. Iedereen gaat zo blind voor Dutch. There's Micah up ahead. Great. Whoa! So, you got it? We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden ear there. He really does think Bill, he's in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah, whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Ik zie er echt uit als een freaking Resident Evil movie of zo. Gaat niet goed, hè? Buell. Nice boy. Laat ik eens even kijken waar we mee te maken hebben. Kaartje geopend. It's a two-man job. Maar er staat helemaal niets op de kaart. Ik wil deze sowieso omwisselen met die nieuwe repeater die ik heb. En er staat dus oprecht niks op elkaar. Ik weet niet hoe laat het is. Want anders ga ik echt een tukje doen. Het is 7 uur 's avonds ongeveer. Dus even eten, even slapen en dan zie je waarschijnlijk de volgende dag wat er aan de hand is. Want die missie van Marston staat gewoon niet op elkaar. Er staat op dit moment niks op elkaar. Dat is raar. En daarnaast ben ik ook benieuwd dat als ik nu naar Dutch toe loop, wat hij met Mike aan het bespreken is. It's all over. All over. I don't want to die. Not like this. Not. I don't want that. I don't.
You... Yeah. It's all so sad, Mr. Morgan. So very sad. I don't know. Gaat wel goed met de gang verder. You okay? Hey, Arthur. Williamson? Hey, Morgan. What happened to you? Arthur, why did you have to go and change on me? What are you talking about? I never lied to you. I told you the truth. I gave you all I had. All of you! I'm here because of you, Dutch. But are you, though? If you can't see that, then you're even more gone than I thought. All right, well, I should be getting on. Arthur? Kijk, het is de volgende ochtend en daar is onze nieuwe missie. Ik vind het wel echt bizar hoe Dutch tegen ons praat. Die gast is echt niet goed met zijn kop. Moeten we dus helemaal hierheen, naar John. Om die two-man job te doen op de brug. En dan hebben we hier meteen een nieuwe fotograaf missie, Albert Mason. Dus ondanks alle chaos en rare shit ga ik toch naar hem toe. Albert Mason, stapje 3. Dan gaan we heen met Buell. Het is toch in de buurt. Ik moet uiteindelijk dan naar boven, noordelijk trekken naar John. En dan completen we toch nog die sidequest sequence van die guy, Albert. En hij is een soort, hoe moet je het noemen? Afleiding wellicht? Hij is een soort afleiding van alle chaos die in alle hoofden rondspookt. Voor deze soort van laatste afleiding. Dit is het laatste afleidingsmanoeuvre. En dan gaan we weg. Dan pakken we het geld uit Blackwater. En dan gaan we weg. Hoe naïef en dom is deze game? En waarom is John en een Arthur en bijvoorbeeld een Abigail de enige die het voelt? Ja, de rest voelt het wel, maar die doet er niets tegen. Dus ze voelen dat het fout gaat, maar ze laten het ook gewoon gebeuren. En dat is misschien wel het ergste. Dit is trouwens zo'n mooi gebied. Okay. Litchfield. Double barreled. Ik weet echt niet wat die gasten hier doen, maar ik maak ze gewoon af als ik ze zie. Dit zijn echt gasten die afgeschoten moeten worden en nergens goed voor zijn. Hier bootje zinkt, omdat ik hem heb laten ontploffen. Verbrand en wel zit hij daar. Tjonge jongen, wat een debiele. Nee, die zijn echt niet goed, Snake, die Murphys. Ja. Ik ben sowieso benieuwd wat die nieuwe stap in de quest wordt van die fotograaf.
Want waar de fuck is die gast nou precies mee bezig? De enige reden dat ik het ook gewoon nu ga doen is omdat ik weet dat die questlines van hem echt super klein zijn. En ik dus in één keer door kan naar John. Ik ga wel even een hapje eten, want ik weet dat ik een underweight character ben. Dus we douwen dat even in mijn giecheltje. En douwen dit in het giecheltje van het paard. Paard zit in ieder geval inmiddels ook op een andere bonding level met mij. Dus hij kan ook deze trick. Ik zal het even laten zien. Deze trick die ik al de damage joep. Even zo dat... stilstaan, zie je? Wat kan deze nu ook? En daarnaast is ook nog eens zijn stamina omhoog gevlogen. Dus het is echt een goed paard, Buell. Tenminste nog iemand waarop ik kan terugvallen. Mijn goede paarden. Joep en Buell, allebei toppertjes. En Abigail en John. Ook toppertjes. Zulke mooie gebieden allemaal. Ja. Weet je wat ik hoop? Dat die questline na deze is afgerond. En dat die fotograaf gewoon op de trein stapt ofzo, weet ik veel. Het is niet zo'n hele bijzondere questline namelijk. Oh. Good to see you again, mister. Heb ik bounties? Ready for a clean slate? Ja, dat is het dus. Ik heb bounties. Train tickets nodig? Nee. Ik dacht eventjes, ik heb een mail ontvangen of zo, maar dat is het niet. Zoals jullie zien is de sidequest erg dichtbij. Die gast is letterlijk hier en dan is John ook echt best wel dichtbij, dus dat is helemaal mooi. Dat is ook de reden dat ik het doe. Kijk hem nou weer, nou zit hij in dit mooie stuk. Oké. Welke beesten nu weer? So, you're still alive. Mr. Morgan! How are you? Indigestible, apparently. Aside from that, very well. How's the project going? Well, this is God's country, and I am his faithful servant, although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks, only the buggers can't stand me. Ah. That is a silver dapple pinto. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? Oh, that might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure. Wait here. At least this time I doubt I'll get eaten. Oh, really? Ja, die gast is wel blij met mij. Ik maak zijn werk echt een stuk makkelijker. Wat een prachtige game is het ook, hè. Niet normaal. Gewoon de natuur is ook zo accurate. Het is zo... perfect. There we go.
Get up! Go on now, Ollie! Come on, horses! Let's go! Let's make y'all famous! Not again. Move it up. Never comes when I need it. You want your likeness taken? Go then. Easy now. Ik denk wel dat dit goed moet komen. Ik zie alleen dat mijn eigen paardje echt geborsteld moet worden, want ik kan hem wel blijven voederen, maar... It's not helping. Oh, ze gaan ook echt recht op hem af. Hoe mooi. Prachtig man, dit was echt mooi. Ja. You are a genius. No, but I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. So how are the photos coming along? Oh, amazing. Here, I have a print of the wolves, before they tried to eat us. Hmm. It's for you. That's real fine. Well, thank you. Take care, Mr. Mason. You too, sir. You too. Now for a few final checks. Mooi, man. Don't mind me. I may be at this for some time. Come, boy. Oké, we gaan dus nu richting John. Het is precies zo gelopen zoals ik dacht dat het zou gaan lopen. Want het zijn niet hele grote missies, maar wel leuk om te doen. Dus dat hebben we even gedaan. Ik ga hem even borstelen. Je ziet het, de bonding gaat omhoog en ik maak hem schoon op deze manier. Dan kan ik hem ook nog eventjes voederen. Nog wat klopjes geven en dan gaan we richting John. Let's get you looking nice. Hé, wat een kut weer. Ik heb dat paard net helemaal schoongemaakt. En dan ga ik nu door de stroom onder regen over modderpaadjes. Is het paard gewoon weer vies. Maar ja, kan gebeuren. Op naar Lil John. Nog best een stuk, hè, zoals je ziet. Tjonge, jonge, jonge. Ja. Ik ga even... Ja, ik heb mijn goede wapens volgens mij ingesteld. Nope, what the fuck moet ik met een Springfield rifle? Zo hadden we het ingesteld. Jongens, kom op nou. Top. Litchfield, double barreled. En op naar John. Hey buddy. Arthur. How you doing? Nervous? But... I've been nervous for a while.
I had a lot of time to think in that jail, and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels... I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. But what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Well, it looks like we finally found our calling in life. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Sure, let's get this over with. You hear about Dutch and Cornwall? Yeah, this is what I'm talking about. More enemies, more chaos. I mean, we're about to blow up a bridge, for Christ's sake. All right, stop. Here's good. We sure got a lot of this stuff. We'll need it. I'll climb down there, you lower the crates. All right. Let me know when you're ready. Got it. Ready when you are. I'm at the bottom of the ladder, here to your left. Okay, you should be good there. I'm ready, come on. All right, take it slow. That's not something we want to drop. That's it. Nearly there. Okay, good. Grab the other one. Dit is wel een leuke missie, man, met John samen. Mag ik hopen dat er geen trein aankomt en dat niemand meegleurt met wat we aan het doen zijn, want anders zijn we de Shark. Maar het is wel leuk om eindelijk iets weer met Arthur en John te doen. Ik vind het een leuk duo. Plus Arthur is gek op John en andersom. Alleen heb je nu deze fucking vage situatie. Start lowering it, Arthur. Nice and easy. Got it. All right, come down here and help me plant this stuff. Really? Moet dat dingetje niet aan de kant worden gezet of zo? I need some help down here. Okay, grab yourself a bundle from the box. The bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. Nice, het wordt wel echt een mooie ontploffing, dat wel. Mooi vuurwerk. Right, dit is de volgende. Okay, I should go get the handcart ready. You okay to finish off down here? Sure. Go on. I can handle the rest. I see you up there. This better work.
Hij duwde me er echt bijna vanaf, hè. Plant dynamite on the pillars. Need to get this finished soon, Arthur. I sure hope this is enough to blow it. These are mining charges. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Go blow this thing up. Dit ging echt maar net goed, maar die timing met dat kruisje ingedrukt houden was een partijtje kut. Niet te doen. I think the line held. You want the honors? Sure. Oké, gaan wij het doen. I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that caused. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money. For safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Yeah! Yeah.
Alsjeblieft, doe dat kapje af. Want dat ademt beter. Zo. The bridge to nowhere. Oh. Ik zie nieuwe markeringen op de kaart staan. Het is Dutch. Voor de rest niets, hè? Niets in de wereld. Het is Dutch. Guys, het is Dutch. Oh my god. Ik ga jullie echt super erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik rij naar het kamp toe. Het is 's middags. Ik vond het ook echt een fucking mooie scène net met John. Gewoon dat besefmoment voor beiden. Zo van, dit gaat hem niet meer worden. En Arthur heeft echt het beste voor met John. Dat zie je aan alles. Let's go, boy. Man. Oké dan. Nou ja, het enige wat ik kan doen, aangezien er zojuist een markering is aangezet, is gewoon dit pad volgen, cinematic camera aan en richting het kamp gaan. Ik ga jullie vervolgens bedanken voor het kijken. Veel gedaan, een Maika mission, een fotograaf en vervolgens John. En in de volgende aflevering zal ik naar Dutch gaan. Dutch, het moment van de waarheid, zo voelt het. Het moment van de waarheid, al zijn afleidingsmanoeuvres zijn inmiddels geactiveerd. Laat John maar zien wat zijn plan is. En wat zijn idee is. En of hij wel het beste met ons voor heeft. We gaan het zien. Thanks for the support, guys. Thanks for the likes. Ik geniet van de game. Echt best wel heel erg. En ik hoop jullie ook. Maar zielig is het wel. Gewoon hoe alles loopt. Tot de volgende, guys. Later.